hadden dit intellectuele tussenkomst van collega De Gucht nodig om te realiseren met wat dat we bezig zijn met de commissie al maanden. Dank u, meneer De Gucht. De enige koerswijziging die hier is gebeurd door een ex-eurocommissaris die het vond dat allemaal goed was en nu ineens dood en begraven is. Degene die het als zijn kind zag, is degene die het nu dood beschouwt. Dus een beetje terughoudendheid van u in dit zou u zeker sieren. En een volgende, de enige consequente houding die ik en links ook, want collega Van Bezien is er niet, maar het is mijn taak om dat hier nu even op mij te nemen. Wij zijn niet tegen vrijhandelsakkoorden. Net zoals de N-VA telkens heel belangrijk vindt om de culturele eigenheid en die uitzondering te benadrukken, zijn er een aantal principes waar we niet van afwijken. Het verhaal dat vrijhandelsakkoorden welvaart en jobs creëren en wat goed is voor bedrijven is goed voor iedereen, dat verhaal werkt niet meer. Vrijhandelsakkoorden moeten gesloten worden. Wij zijn daar ook voorstander van. Wij werken daar ook mee. Maar niet onder elke voorwaarde en niet ten koste van alles. En de protectionisme waar dat nu bepaalde populistische neoliberalen zich propageren, is totaal iets anders, is een totaal andere beweegreden. Wat ik vraag, wat de linkerzijde vraagt, zijn evenwichtige handelsakkoorden. Tegenhandelsakkoorden zijn om protectionistische redenen, is totaal iets anders met een vraag naar evenwichtige handelsakkoorden met aandacht voor milieu en duurzaamheid. Mij maakt het niet uit wie dat er aan de overkant van de tafel zit van de onderhandelingen. Wij moeten gaan voor ons eigen verhaal. Hoe zien wij vanuit Vlaanderen, hoe zien wij vanuit Europa een eerlijke wereld? Als zelfs Trump woorden in de mond neemt fair, dan maak ik mij zorgen over hoe dat die inhoud van fair wordt ingevuld. Actua TV, het hele verhaal.